Jan, de eerste training in Turkije, hoe was het? Ja, perfect. Goede omstandigheden, het veld is goed, dus hiervoor doen we het. Wat hoop je deze week te bereiken met het team? Dat we een goede trainingsweek kunnen maken met perfecte omstandigheden. En dat we het elftal zeg maar, nog beter gaan presteren als voor de winterstop. Ja, ik moet zeggen, voor mij persoonlijk is het weer heel fijn om met de groep gewoon weer een hele training mee te kunnen doen. Ja, want dat is natuurlijk lang geleden. Ja, dat is zeker een uh, aardige tijd geleden. Ja. maar ja, het uh, voelt allemaal goed en uh, nergens last van me eigenlijk. En, uh, ja, het is uh, fijn dat we hier in ieder geval uh, tot nu toe nog gewoon uh, fijn kunnen trainen, nog nergens last van in ieder geval. En vandaag lekker begonnen met een uh, shuttle run test. <laughs> ja, nee, goed, even kijken hoe ze, hoe ze erop staan, vergelijken met uh, voor de winterstop, uh, wat de verschillen daarin zijn. Maar goed, en dan uh, van kunnen we verder werken. Wat staat er deze week verder allemaal nog qua trainingsvormen en andere dingen op het programma? Nou goed, eind van de week is dan de wedstrijd tegen Gimmits. En daarvoor zijn er allerlei trainingsvormen zijn met afwerken, positiespelen, partijspelen, groot. Dus ja, eigenlijk het hele riedeltje zeg maar, wat je normaal ook doet. Ja, je traint mee met de groep, maar hoe fit ben jij op dit moment? Uh, ja, ik voel me gewoon fit. Uh, gewoon normaal eigenlijk. En het is alleen nu dat ik nog uh, sowieso deze hele week alles met de groep mee ga trainen. Dan volgende week, als we weer terug zijn, ook waarschijnlijk. En dan daarna even kijken hoe het, hoe het gaat met wanneer ik weer een minuut zou kunnen maken. In ieder geval nog geen heimwee naar de Achterhoek? Nee, op dit moment nog niet. Het zou niet goed zijn, hè, nu al.